Vroeg me af wat voor werk je eigenlijk doet. Ik wil een beetje allround medewerker, door de koffie en in de winkel. En als we jouw foto aan andere mensen laten zien, wat voor werk denk jij dan dat zij denken dat jij doet? Oh, ik heb eigenlijk geen idee. Vroeg me af of dat jij kan raden wat voor werk deze persoon doet. Het eerste wat in je opkomt. Verpleegkundige. Nee, ze is horeca medewerker, ze maakt koffie. Okay. Ja, en wat voor werk doe je zelf? Fysiotherapie. Studeer. Fysiotherapeut. Ja. En als wij zo een foto van jou maken en we laten dat zien aan andere mensen, wat denk jij dat zij denken wat voor werk je doet? Ik wil fysiotherapie, ja. Dat je sportieve jongen bent? Vast, ja. Ik vroeg me af wat er in jou opkomt als ik deze foto laat zien, wat voor werk hij doet. Ik denk talentvolle timmerman. Nee, hij is fysiotherapeut. Oh ja, ja, dat zie ik wel. Ja. En wat voor werk doe je zelf? Ik ben Engels leraar geweest in Spanje. En als we dan zo'n foto maken van jou, wat denk jij dan dat mensen denken dat je doet en waarom? Ik denk een priester. Ja? Waarom? Dat werd ik vroeger genoemd. Ik vroeg me af of dat jij kan gokken, kan raden, wat het eerste wat in je opkomt, wat voor werk deze jongen doet. Fietsenmonteur. Fietsen maken, omdat hij met een fiets op de bank. Ja,